ik moet heel even vergaderen hier. Ik kom zo. Heb je oom en Jan gevonden? Helemaal. We hebben 3 trammen. Ja. En we hebben 3 ingangen bij de trammen. In de eerste tram staat Ria op het eerste stukje, Jelle op het tweede stukje, Leo op het derde stukje. Hebben jullie dat begrepen? Wat vertelde je die tegen deze vrouw? Niet voor kinderen. Kleine kinderen niet, grote mensen voor chocolade. Allee, okay. Wat heeft hij gekregen? Chocolade. Is dat lekker? Lekker, ja. Ja? Ja. Eens proeven. Ja. Dat is weer wat anders dan een suikerfeest, hè? Ja, lekker. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Ik had jou boven, hè? Kilo. Maar hij is heel erg lang. Dus als je een beetje wind pakt, dan is hij bijna gelijk tegen zo zwaar. Oké, okay. En hoe lang doe je dit al? 3 jaar, 4 jaar. Zoiets denk ik. Zij al veel langer. Hoe lang? Jij langer? Zij is mee begonnen. Ja? En altijd bovenop die bal? Ja. En af en toe zijn we naar beneden? Ook wel eens naar beneden, ja. Ook pijnlijk. Ook pijnlijk. Ja? Maar meestal niet. Jij lijkt zo klein als hij bovenop die bal staat. Maar zo niet, nee. Nee. Zeg, het kan niet op. Ja, dat is 3 keer nu al allerlei mooie dingen gedaan om het plein hier te zorgen dat het er goed uitziet. Dus ik begreep in ieder geval van Anne Strasser die mij heeft uitgenodigd dat mensen heel tevreden zijn. Het geld is in ieder geval goed terechtgekomen dan. Prima, hartstikke goed. Zie ik graag. Maar wat. Toch een sprookje was deze winter, ook van het Vogelaarveld. Die prachtige verlichte bomen. En dat was niet voor 1 keer, maar dat is 4 jaar achter elkaar dat die bomen... Oh, je bent er gelukkig. Dat die bomen verlicht worden, dus niet eenmalig. En dan van de zomer, die prachtige geraniums. Dat is allemaal het werk van de vrijwilligers van het Slachthuisterrein. Met aanvoerder hier, Anneke Stratzer. De koeweide, het is van
vroeger het slachthuis geweest. In Krooswijk zeggen we het abattoir. Dat was voor jongens en meisjes op dinsdag een feest. Als die koeien dus van de veemarkt afkwamen, zo helemaal hier de straat door en dan hup, hier naar het slachthuis. Dat was minder leuk. Maar voor de jongens was het natuurlijk schitterend om er achteraan te lopen en die koeien daar. Anneke? Oh, je moet van je man lachen, Anneke. Die bewonersorganisatie is hier fantastisch. 16 mensen, vrijwilligers die altijd... Oh, zijn er inmiddels 25 geworden. Het is maar goed, Anneke, dat jij naast me staat. Wil je nog iets vertellen daarover? Want jij weet het allemaal precies. Onwijs bedankt dat jullie er allemaal zijn. Ja. Dit is mevrouw Verbie, mevrouw Paulette Verbie van de deelgemeente, onze portefeuillehouder van kunst en cultuur. Die opent het billboard waar ik erg trots op ben. Deze mevrouw heeft gezorgd dat het allemaal gebeurt. Patrimonium, een kanje, kon elke dag bij de uitruimen. En deze mevrouw heeft voor het vogelaargeld gezorgd. En daar zijn we heel blij mee. Ja. De kinderen, ja? De kinderen, ja, zo vriendelijk als wij in Krooswijk allemaal altijd zijn. U heeft nog helemaal niks gedaan, maar je krijgt nu al een bloemetje. Geweldig, dat is des Krooswijk. En Anneke, je hebt me helemaal niet nodig. Doe het alle drie alsjeblieft zelf, want jij bent de animator. Dankjewel. Ik ben bloednerveus, maar we gaan openen. En we zijn er trots op, echt waar. Jullie weten niet wat je ziet. En daar heeft allemaal Marcel van Beek voor gezorgd. Die jongen die heeft zoveel geduld gehad. Want Jezus, het leek wel of we een kasteel gingen verbouwen met al die vergunningen. Maar we gaan, het gaat gebeuren. Onze mevrouw Ella staat tussenin. En mevrouw Madelon en Paulette trekken alle twee aan een touwtje daar. En we moeten een beetje opzij. Hey! Fantastisch om te zien hoe de bewoners hier van de koeweide allerlei leuke dingen hebben bedacht om het plein hier in de koeweide te zorgen dat hij er steeds mooier en aantrekkelijker uitziet. Met de verlichting, met de bloembakken. Nu dit. Ik kan in ieder geval zeggen dat het zeker is, althans dat hoop ik maar, dat daar niet op bezuinigd wordt als straks dinsdag de begroting zichtbaar is. Ik denk het niet. Dat er nog een vierde ronde is met vogelaargelden waarop bewoners initiatieven in kunnen dienen. En ik hoop natuurlijk van ganser harte dat het daarmee niet ophoudt, maar dat er op hoe dan ook bedacht wordt hier, als het Rijk het niet doet, maar dan hier lokaal door de woningcorporaties en de deelgemeenten om te kijken hoe dit door kan gaan. Een hele goede keus. Het is ook van een hele beroemde Rotterdamse fotograaf die zijn hele leven lang eigenlijk foto's van de geschiedenis van Rotterdam heeft gemaakt. En ik denk dat het alleen al heel mooi is dat een foto van hem hier nu hangt. Het is echt heel goed. Maar hoe vind je het initiatief hier van de Krooswijkers? Het initiatief is fantastisch. Ik hoop echt dat het nog jarenlang doorgaat. Ik ben ontzettend trots op en blij mee. Straks een verhaal gaan vertellen, want dat is de reden van mijn aanwezigheid.
Maar voorlopig is het zo dat we met drie trams maar één accordeonist hebben en die moeten we delen. En wij hebben het eerste. Accordeonist heet Vincent en gedurende de twee derde van de rit straks moeten we het zonder hem doen. Dus ik stel voor dat we nu gezellig eventjes zeggen, Vincent, leef je uit. In Krooswijk, daar ben ik ooit geboren. In Krooswijk, vlakbij de Boezembrug. Ik sleet mijn kinderjaren rond het abattoir in Krooswijk, allermooiste wijk. Hoe vond u dat de rondreis door Rotterdam? Nou, waar ontdekkingstocht moet ik zeggen. Zoveel mooie dingen te zien in Rotterdam. Ik wist het echt niet. Een aantal dingen kende ik al wel, maar echt. Ja, ging leuk. Hè? En die gids, zeg, niet te geloven. Wat een verhalen heeft die man. Dankjewel. Nee, ik vond het echt hartstikke leuk. Ja. Wij zijn geweest. Ja, verhalen verteld. Paar verhalen gezien. Het meeste wist ik wel. Maar een paar topwipaarden bij dat ik denk, nou, dat wist ik niet in Rotterdam. Ja, alles uit deze grond. Geweldig. Kralingen, noem maar op hier, Veldwijk. We zijn ook Oude Dijk, Ruitersingel. Zelfs helemaal naar Spanje. En dan heb je de Delfshaven. Dus er bestaat meer dan Krooswijk. Ja, dat wisten we wel een beetje, maar dat is buiten onze gebied. Hè? Dat blijft... Krooswijk is Krooswijk, hè? Dat weet je. En daar vecht ik ook voor.